nieuwe video. Vandaag een beetje iets anders dan normaal. Ik wil het namelijk met jullie even hebben over de Oh My Boekenfan. En voor degenen die niet weten wat het is, dit is een leesmarathon die wij net als vorig jaar organiseren. En deze begint volgende week donderdag. Dus hij loopt van donderdag 11 augustus tot en met dinsdag 16 augustus, als ik het goed zeg. 6 dagen en de bedoeling is dus eigenlijk dat er 6 dagen lang door zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gelezen wordt. Een leesmarathon dus. En om dit zo leuk mogelijk te maken organiseren wij allerlei challenges, leesprints, Twitterchats en er zijn allerlei leuke giveaways. En daarmee maken we dus eigenlijk het lezen een soort van sociaal. Het is dan dus de bedoeling dat je eigenlijk gewoon een beetje je voortgang bijhoudt op social media, op Twitter, op Facebook, op Snapchat, Instagram, wat je maar wilt. En ja, als iedereen het natuurlijk doet, is dat super gezellig. Vorig jaar was dat in ieder geval heel erg leuk. En dan tussendoor zijn er dus al die challenges en dergelijke. Bij een leesmarathon lijkt het vaak alsof het om gaat hoeveel boeken je leest. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het is natuurlijk wel een onderdeel, maar als jij één boek leest in die 6 dagen, helemaal prima. Lees jij er 7, ook helemaal prima. Het gaat er eigenlijk meer om dat je bewust wat meer tijd vrijmaakt voor het lezen dan dat je het normaal zou doen. Dus het gaat er helemaal niet om, om aantallen. Dus als je wat minder tijd hebt, dat is helemaal geen probleem. Moet je bijvoorbeeld werken of iets dergelijks, dan kun je ook alleen het weekend meedoen. Dat kun je aangeven bij je inschrijving. Dus ja, het is een leuk online evenement om lekker veel te lezen en tegelijkertijd lekker sociaal te zijn. En ja, ik vind het in ieder geval heel erg tof. Vorig jaar was het heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, doe gezellig mee. Nou, hoe kun je meedoen? We hebben een inschrijfformulier en die zal ik eventjes hieronder in de beschrijving zetten. En die kun je eigenlijk ook terugvinden op onze website, op Twitter, op Facebook, op Instagram. Eigenlijk overal. En we hebben een website, dat is ohmyboekenfan.nl. En daar staat alle informatie die je nodig hebt. Plus ook het inschrijfformulier, dus daar kun je ook terecht. En ja, dan kun je je inschrijven. Bij inschrijving maak je meteen al kans op een leuke prijs. Dus dat is natuurlijk altijd, altijd leuk. En ja, ik hoop dat jullie allemaal zin hebben om mee te doen. Ik zal je ook nog wat vertellen over de planning. Iedere dag om 7 uur komt er een artikel online op de website. Vervolgens om 10 uur komt de challenge van die dag online. En die zal online komen op onze Facebookpagina. Die zal ik ook hieronder linken. Om 12 uur is de eerste leesprint. Dus dat is een uur lang eigenlijk. Zet je mobiel uit, leg je laptop weg en lees zoveel mogelijk bladzijden. En geef daarna dan ook eventjes aan hoeveel bladzijden je in dat uur hebt kunnen lezen. Dus echt een sprintje trekken. Dan hebben we om 3 uur een winactie op de website of hier op YouTube. En tot slot hebben we om 8 uur 's avonds een tweede leesprint. En het kan zijn, maar de voorbereidingen zijn nog vol in gang. Dus dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar het kan zo zijn dat we in het weekend extra challenges hebben. Dus dan zullen het er waarschijnlijk 2 per dag zijn. Omdat we dan ook weekend deelnemers zijn. Dus dat kan zijn. Het is nog niet helemaal 100% zeker. Maar dit is in ieder geval de planning tot nu toe. En ja, eigenlijk wijst alles zich vanzelf. Als je de hashtag OhMyBookathon gebruikt, dan blijf je automatisch op de hoogte. Dus ja, ik zou zeggen, schrijf je in. Doe gezellig mee. Wij hebben er zin in. En vind je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers voor deze readathon. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus we zouden het heel tof vinden als je deze video of een link naar de website, naar het inschrijfformulier, iets in die richting wilt delen. Zodat er zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Dus ja, daar zouden we heel erg blij van worden. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!